Vandaag heb ik dit boek voor jullie meegenomen. Het is een gedichtenbundel, maar dan een gedichtenbundel met gedichten over levensvragen. En dat klinkt heel erg zwaar, maar het zijn eigenlijk vragen die iedereen zichzelf wel eens stelt. Zoals, was de aarde vroeger plat? Is er altijd morgen weer een dag? Waar blijft het licht als het donker wordt? En wanneer begin je met bestaan? Nou, Bette Westera, dat is de schrijfster van die gedichten, die heeft deze gedichtenbundel Was de aarde vroeger plat geschreven. En om je een idee te geven, wil ik één van haar gedichten graag voorlezen. En dat is dit gedicht. Wat was er eerder, de kip of het ei? Dag ei, zei de kip. Dag kip, zei het ei. Wie was er nu eerder, ik of jij? Jij, zei de kip. Nee, jij, zei het ei. Want ik lag hier nog niet en toen legde jij mij. O ja, zei de kip. Ja echt, zei het ei. Jij ging aan de leg en toen legde je mij. Echt waar, zei de kip. Echt waar, zei het ei. Maar voor je er was, zat je zelf in een ei. Ik, zei de kip. Ja jij, zei het ei. Je zat in een ei, maar je zat niet in mij. Wat sip, zei de kip. Dus jouw ei, zei het ei, moet er eerder geweest zijn dan wij allebei. Dan wie, zei de kip. Dan wij, zei het ei. Jij had nooit een kip kunnen zijn zonder mij. Zonder wie? Zonder mij. Zonder wat? Zonder ei. Welk ei? Vroeg de kip. Jouw ei, zei het ei. Verhip, zei de kip. Mijn ei, dat ben jij. Dus jij was er eerst. Nee, jij, zei het ei. Jij kwam uit je ei en je ging aan de leg. En toen hipte de kip als eerste weg.